Jongens, mijn naam is Kes en welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Farm Simulator 2. Waarom zeg ik het weer? Farm Simulator 2017. Farm Folder Seasons. Ja, ik heb net eventjes. Heb ik de tracker even gereset? Want hij was in de vorige aflevering was die in de sloot gecrashed. En ik weet niet of het geluid nu goed staat, maar ik zou het ietsjes op 20 zetten, want hij staat nu op 6, dat wil ik al. Ik heb een probleem gevonden. Vorig jaar had ik geen geluid. Nee, ja, hè. Dat kwam ook doordat ik niet een audio geluid had. Dus een desktop audio. Dat had ik de vorige keer niet. Maar jongens, ik denk dat ik deze video gelijk vanmiddag online ga zetten. Maar het probleem is, ik ga vanmiddag livestreamen, maar hoe laat dat weet ik niet. En als ik het zo zie, dan ga ik vanmiddag. Het is 2 MP doen. Ik zeg vet goed. Oké, maar goed. Hekje staat open. Een ander hekje staat daar nog steeds. Maar waar staat. Komt er 2? Oh ja, niet aan de kant. Dus een schenk. Maar wat is deze kant? Dat wist ik wel hoor, jongens. Het is ook echt realistisch dat je echt door een hekje kan rijden. Maar goed, ik ga eerst zelf de kantjes doen. En dan laat ik het dan. Ik doe zelf opploegen. Of cultiveren, laten we zeggen. Oh. Beetje lek. En ik heb trouwens het geld heb ik nog niet. Wat voor onzin, ik had het geld niet teruggezet naar zoveel. Naar de standaardprijs. Maar hoezo pak je hem hier niet aan? Wat is dat voor onzin? Zoveel de secondjes eerst. Heel erg verder doen. Ik denk dat ik straks ook nog een truc ga opnemen, maar die komt dan morgen online. Ik denk 12 uur. Ik weet niet precies, Sammy jong. Maar goed, deze track hadden we vorige keer gekocht. Alleen ik. Op een of andere rare manier is het geld niet erbij gekomen. Of eraf gegaan. Of achteraf. Ja, van zoveel naar 16.960 was dat. Ik moet even nadenken hoeveel geld het was. Maar het was zoveel geld. Alleen dat. Het geld wat ik hier nu niet in heb staan, dan gaan we alsnog, als ik het niet kan veranderen, gaan wij het hier nog meer zachtjes mee aandoen. Want het is toch nog wel weinig geld wat ik heb dan heb nog. Snappy. Nou, deze JCB heeft toch niet zo aardig zo veel zin aan. Af en toe. Zetten wij deze wel aan het werk, want nadeel, het is nog koud voor. 1/3, ik kan het hier zaaien, hier in de herfst kan ik zaaien, maar dan moet ik halverwege de winter. Ik doe namelijk 6 dagen, hè. 1 dag, en die, ik had me niet goed ingesteld. Het is net dat de JCB ook niet aardig goed heeft, of iets in ieder geval daarvan. Het helpt hem niet. Het gaat me te traag. Maar ik heb nog nooit opgelet. Stel dat je dan nu wil zaaien. Moet het echt precies zoveel zijn of. Ik weet het niet precies. Papi JCB, you can do it. Even een beetje slippende bandjes. Maar goed, jongens, als jullie dit video leuk vinden, geef me gewoon een blauw duimpje omhoog. Ik begin wel van zaaien. Lekker zaaien, ik weet niet of dat zin heeft. Dat het helpt, wil doen. Terwijl hij zegt, ja, ik ga ook in het lood. Ik wil hem inzetten.
hoge tarwe niet er goud wil. Ik bedoel, ik ga hem hier zetten, maar ik zet hem hier vast op. Wie is de zijkantjes? Moet ik ook zo zin oppassen. Oh, gaat nog wel goed. Nee! Dat bedoel ik. Rafwerkers. Laat maar staan. Kijk, je moet hem eerst iets meer gang geven. Nee, dit heeft ook niet zo heel veel zin. Ik snap niet waarom ik aan deze dings ben begonnen. Ik hou wel een klein stukje over, maar goed. Ik heb maar een klein veldje met tarwe, hè? Niet daar de groot veldje. Hè? Ik denk tegen jezelf dat ik echt het hele veld doe. Waar moet ik aan draaien nu? Oh ja, ja, Chris, je hebt een goed idee, ja. Ja, we zijn nog maar 6 minuten verder. Ik ga mijn visie omdraaien nog. Verdomme, we hebben zo goed uit. Als je ze nodig moet hebben, zijn ze er wel. En als je niet nodig moet hebben, zijn ze er niet. Die banden van trekken worden ook wel lekker meer uit. Zo man, dat heeft de lastig moeten mee. Het is maar een klein ploegje. Of een klein. Oh. Ik heb het water over. Oh, je moet hem eerst iets meer kracht geven. Wist ik wel. Wist ik totaal niet, maar goed. Zo, nu heb ik de. Dus vouwen heel even in. En kan ik even die trekker weer zetten. Want die verdomde werkers kunnen niet normaal rijden, hè? Nee, hè. Maar hoeveel heeft dat zijmachinetje nodig? Oh nee, zijmachinetje kan ik verzoek terug. Het is nu 105. Dat is ook een kuttruk hier. Ja, ik zeg niet of een kuttruk hier, maar ik weet niet hoe dit echt is. Wolfkop, nou, wat interessant. Tot goed. Maar goed jongens, als jullie nog niet houden bent, doe het ook zeker, daar help je me ontzettend mee. En als je deze video leuk vindt, dan zeg ik net ook in het begin. Geef me zo een blauw duimpje omhoog. En dan ga ik weer veel maken. Dat wil ik zeggen, ik kan moeilijk, ja, ik kan zeggen. Ik ga knippen, maar dat heeft geen zin, want ik heb geen editprogramma. Hey. Bandjes wel lekker smerig, als die weer in de sloot, die hoeft. Piep. Nu! Op het randje van de sloot ga ik rijden. God. Domme. Nu. Ja, schrijf nog. Heel op de sloot erin. Het is wel niet om, maar goed. Goddomme, ik zit weer vast. Maar wacht. Want weet je hoe.
Wacht, dan ga dat vast weer zelf maken. Dat komt wel niet dus. Dus gaan we dan ook later weer verkopen, maar het is alleen voor de ploegen. Deze video wordt denk ik ook niet zo heel lang. Omdat ik graag binnen de 20 minuten was te blijven zitten. In de vorige video is best heel... God. Ik zal nu die aan kan koppelen. Ja. En minimaal ook die duimpjes omhoog. Jezus, man. Klote trigger. Oh, dat is een hele BR. Ik kan nu niet alle triggers kwalijk nemen. Daar weer. Maar nu dit is ook zo gigantisch. En op een van de raar, nu krijgt hij hier weer die slippende bandjes. Oh, dat trigger. Ik snap niet waar ik hem heb gekocht, maar goed. Oh, je hebt een beetje slippende bandjes. Jij doet je werk wel, dan gaat die zuimmachine nog wel goed maken. Kijk hoe traag die gaat. Kijk hoe traag. Is dat niet normaal? Nou goed, we vertrekken het zwaar, trek het snelste af. En dan hebben we die pak. Trek hier waar het nu in zit. Gebruiken we die ook nog eens een keer weer. Die hadden we eigenlijk wel gebruikt voor het veld, maar dat gaat niet. Het is nog steeds 4 graden voor de grond. Oh, misschien komt daar ook wel aan terug. Dat weet ik niet, maar goed. Ik ben op dit veld bezig. Zo kop toch positief los. Nou, start maar goed zo. Want ik vertrouw het niet met die rand. Want als je daar zit, dat bedoel ik, dan zit je kat in de sloot. Dan laat ik je nog niet in de witter heen. Is dat die onderste, is dat slippende bandjes of iets? %100 dat die slippende bandjes heeft. Nou goed, dan haal ik die zuimmachine weer op. Dat kan ik heel zachtjes aan doen. Alhoewel... niet in de sloot komt, dus dat was zitten. Moet ik hem niet het water in? God, ik kan 3 dubbeltjes. Maar als ik hem nu zet, wat gebeurt er dan? Ik weet nog steeds niet of jullie de serie leuk vinden, of als ik het niet vergeet, doe ik straks bovenin, rechtsbovenin doe ik een liedje, dan kunnen jullie stemmen, wil jullie meer zien, ja of nee. Dat is ook iets makkelijker voor mij. Dit is nog maar aflevering 2, maar goed. Ah, dit is 20. Ah. Laat er nog alsjeblieft dat spul nog eens zitten. Zo ga ik denk ik straks ook wat doen met Urtroep. Doe ik ook gewoon minimaal 20 minuten. Ligt daaraan of ik een goede vrachtje heb. Ik heb geen zin dat er geen zaad in zit. Ja, we kunnen daar ook gewoon langs. Ja.
wel makkelijk doen. Zullen we deze gaan verkopen? Nee, dat hoeft niet. Dan gaan we eerst weer een huis zijn. Een huis is hier langs. Als ik het makkelijker wil doen, dan moet ik dat weggetje wat ik eerder had genomen. Ik laat hem dat gangetje wel gaan, want het goed, je gaat wel duidelijk nog. Ik blijf, hier zit geen. Ik dacht, dit is al gepakt, staat hier niet zoveel versloot. En dit komt dan ook druk. Oh nee, van mij. Nee, want hier zit geen sloot, namelijk. Dan gaan we maar. Oh, is die om? Viel. Ik zie dat dit. Oh. Hier kan ik wel naartoe. Maar wat ik daar moet zoeken, dat weet ik niet. En als het lijkt nu is dat komt door de game zelf. Dat weet ik ook niet. Want er is geen ene veld voor ons bijna allemaal. Druk is 30. Ja, hier is dit een bordje maar voor 30. Ik ga gewoon 126 erin. Maak maar op. Ja, dit is geen 126, wat er even nu. Pak de moeilijkste weg. Dat is de makkelijke weg. Nou, dan kom je op hetzelfde punt. En we blijven. Hey, kippies. Oh, oh. Oh. Je hebt één groot klompje. Jo. Ja. Nou, ik denk dat ik hem dan weer zoals neerzet en dat ik dan de video afsluit. Dan mogen we dan, ik weet wat ik te leer. Want hoe je het wil graag wil hem, het gaat niet. Dus, nee, ik hoef niet meer te laden. God, dank u. Want alles ging bijna mis. Ik viel bijna twee keer in de sloot. Viel twee keer in de sloot. Ik ga vol op dat brandje staan. Ik val sowieso staat denk ik weer in de sloot als ik nu niet uitkijk. Dus ik noem gewoon trekker die vaak in de sloot wil. Weet ik veel dat het goede titel is. Wanneer je knipt, gaat het weer. Ja, ik zei het de vorige aflevering. Ik ben er 20 of 25 minuten door dan. Are you fucking kidding me? Nee, ik zei je moet niet in de sloot vallen. Ah, ik ben helemaal blij met dit wel nu al. Waarom ik hem graag op mijn? I don't know. Maar goed. Ja, nou kom zo de aflevering stoppen. Man. Ik weet of ze kunnen hier rijden. Oh, klep de mijnjes. Stuur mijn toetsenbord gaat toch niet aardig op, maar goed. Jongens, ik zei toch niet in de sloot vallen. Ja, maar ik wil graag mijn auto schoon hebben. Ja, dat kan je ook gewoon in bij mij overleggen dat ik dat straks doe. Ik ga niet dat min in de sloot liggen. Ja, maar hij voelt totaal geen grip bij dat ding. Ik ben ook helemaal klaar met die rubber robot. Jongens, wat moet ik hier opzij? Tweemaal is dit klopt. Oh. Tweemaal is het ding in het water gevallen. Waarom? Hey, boe Harms. Of help wat erin zit. Nou, nu zit er niemand in. Waarom wou je zo graag anders in de sloot?
maar mijn truck was meer rug. Ik wil mijn truck schoonmaken. Had dat al gezegd, joh. Kobagel. Hop. Oh, ik haat truckers. Ik haat werkers. Ik haat alles. In de game, hè dan. Mooi jongens, dan ga ik ook meer stoppen voor vandaag. Ik ga even ergens aan kijken, want ik weet niet of dat weet. Ik heb nu een heel mooi plaatje. Dan doen we het dan. Okay. Nee, goed. Mooi jongens, dan wil ik jullie vandaag bedanken voor het kijken. En vanmiddag ga ik live streamen aan 2 uur tot 5 uur. 4 uur ongeveer, 2 uurtjes. Jongens, bedankt voor het kijken en tot ziens. Of misschien tot vanmiddag. Dit video komt om 4 uur, 2 uur online. Nee. 12 uur. 12 uur komt deze video online en ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot ziens. Doei doei.